Michel Butter zit hier aan tafel. Heeft dit weekend in New York een jongensdroom in vervulling zien gaan. In ieder geval jouw jongensdroom. Niet alleen finishte hij als zesde tijdens de New York Marathon. Hij wist ook nog een aantal keren op kop te lopen. Laten we even kijken. Dit is het begin van de New York Marathon, de 47e editie. De grootste marathon ter wereld, 52.000 deelnemers. En Butter is in goede doen. Hij zit in die kopgroep. En na zo'n 4,5 kilometer gaat hij brutaal weg aan de leiding. Opmerkelijk om dit te zien na 25 kilometer. De Queensborough Bridge. Butter samen met Koen Naert, de Belg, aan de leiding. Waartoe is in staat? Vier atleten nog. Terwijl Michel Butter loopt rond de zevende plaats. Camborough is de nummer 1. Daar kort achter is Michel Butter bezig aan een geweldige race. Butter lag zevende en is in de laatste meters van Central Park goed. Daarboven in beeld, daar zien we hem. En hij gaat finishen als zesde. Beste prestatie van Butter in zijn carrière. Ja, mooi man. Ja, mooi hè. Dit is met Guido, jouw coach. En vriend ook denk ik wel, onderhand als jullie zo lang met elkaar aan het werk zijn. Of is dat niet zo? Ja, we mogen elkaar wel graag, maar je moet altijd oppassen met vriend zijn natuurlijk. Want het blijft uiteindelijk ook gewoon een relatie als coach en atleet. Dus maar we kennen elkaar heel goed. We kennen elkaar heel goed en we hebben ook wel eens als vrienden wel eens hebben misschien ruzietjes. Ja. Dus als je het zo zou kunnen omschrijven, ja. Ja, het ging fantastisch. Ik wil toch heel even met je naar het beeld. Want heb je veel van het beeld gezien al, wat er is verschenen? Ja. Ik heb gisteren wel even herbeleefd. Je hebt in die zin een kleine pech, want ik geloof dat de nummer 7 een Amerikaan is. Die finishte. Dus die krijgt de spotlight. Terwijl jij daar dan net voor loopt. Hier, en dan ben je vlak voor de finish. Hier zien we nog net je hoofd. Ja. Ja, dus het zijn kleine momenten van fame wat de televisie betreft. Maar voor mij vond ik het wel lekker hoor. Dat ik hem nog voorbij ging. Ja. Wanneer weet je dit gaat fantastisch? Het begint ook al met die dagen daarvoor. Gewoon dat je heel erg lekker in je vel steekt. Ik merk dat ik steeds scherper word. Ik ben van nature een extravert persoon. En als ik introverter word, dan kom ik in die concentratie, kom ik in die focus. En dan heb ik wel het idee, ik ben helemaal in controle om gewoon te gaan presteren. Ja. Maar in de wedstrijd merkte ik vooral dat er werden een aantal demarages doorgevoerd op 12 kilometer en echt heel hard. En ik dacht van oké, ik blijf rustig. Ik blijf wel aanvallend lopen. Ik hou elke keer het contact met de groep. En dan kom ik er misschien wel weer bij. En dat gebeurde een aantal keer. En dan voel je dat de energie wegdruipt in de groep. Hoe voel je dat de energie wegdruipt? Omdat je kijkt om je heen natuurlijk. Je ziet atleten dat die vermoeid raken. Maar je ziet ook dat de versnellingen minder heftig worden. Ja. Of dat je eerder terug weer aansluit. Ja. En bij First Avenue. Dus we liepen op Queensborough Bridge op 25. Ja. En toen draaiden we First Avenue op. En toen had ik wel het idee van, dit gaat wel de goede kant op. Die jongens die hebben er niet zoveel zin in dat ik nu op kop ga lopen. En dat was al het moment dat ik dacht van, dit gaat echt de goede kant op. En ik neem aan dat het publiek daar ook jou extra voor beloont, hè, die koploper. Ja, het was fantastisch om het helemaal op te draaien. Het was überhaupt een bizarre belevenis. Hoeveel mensen, die Amerikanen, die gaan uit hun dak. En dat begint bij de koplopers, maar dat schijnt ook bij de laatste lopers zo te zijn. Dus het is een goede atmosfeer om in te lopen, ja. Je zegt van naarmate dichter bij het moment van de race komen, dan scherm ik mij eigenlijk helemaal af. Daarvoor ben ik nog enigszins extravert. Hoe heb je je verder voorbereid? En ik heb begrepen dat jij ook in een speciale tent hebt gezeten de laatste periode. Ja, de marathonvoorbereiding begint ongeveer 12 weken van tevoren. Daarvoor ben ik natuurlijk wel aan het trainen, maar dat echt de intensieve voorbereiding begint. Ik ben op hoogstage geweest in St. Moritz in Zwitserland. Ik ben daarna aansluit op hoogstage geweest in Kenia. Dus dan train ik echt in een kamp met alleen maar Kenianen. Ja. Dus dat was een maand. En aansluit inderdaad een maand in een hoogtetent. Ja. En die hoogtetent, dan maak je meer rode bloedlichaampjes aan, geloof ik, hè? Het idee is eigenlijk, ik kom dan 7 weken, 8 weken van tevoren terug voor de marathon. En dan wil ik, het ideale is om ongeveer 3 weken van tevoren dan terug te zijn van hoogte om je prestatie te kunnen leveren. Dus die hoogtetent heb ik inderdaad gebruikt om als het ware de hoogte van Kenia te verlengen. En hoe doe je dat dan? Heb je dan thuis ergens in je huis een tent opgebouwd? Of? Ja. Niet met een haring en met een. Maar inderdaad, het is een luchtdichte tent. Ongeveer, er kan een 2-persoonsbed in en er kan een campingtafeltje naast met een bureaustoeltje. En die tent die moet dicht blijven. Gaat de generator beneden aan met de slang naar boven. Maakt een hoop herrie. Ja. Maar mijn dochter die slaapt daarnaast, maar die slaapt er moeiteloos doorheen. Dus die zet ik daar neer.
En dan... Ligt jouw vrouw dan ook in die hoogtetent? Of ligt jouw dame dan ook in de hoogtetent? Alleen, ja, ik lig alleen. Je ligt daar dan wel alleen? Ja, ja. Dus dat is wel... inderdaad, 8 weken zijn we van elkaar afgezonderd als het gaat om slapen met elkaar. Ja. En dat is, ja, ik ga er meestal 7 uur in, 8 uur in. En 12 uur later ga ik eruit. En ja. Ja, tussendoor probeer je er niet uit te gaan. Omdat als je die tent open doet, dan zit je als het ware natuurlijk meteen weer op zeeniveau. Ja. Dat gaat heel snel dan, hè? Dan ben je het meteen kwijt eigenlijk. Nee, het is niet zozeer dat je... Ik bedoel, je moet er niet een half uur uitgaan of zo. Maar als ik even mijn tanden moet poetsen of even naar de wc moet gaan voor een grote boodschap, dan is dat nog niet, kan het niet zoveel kwaad. je noemt expliciet zelfs de grote boodschap. Ik begrijp dat je gewoon een plas in een fles... Ja, dan zit je in die tent. Allemaal voor dit. Ja. Dit zijn natuurlijk kleine opofferingen, zo'n tent in huis. Je omschrijft het nu groter dan dat het misschien is. Er zijn grotere opofferingen, denk ik. Want jij kan maar maximaal, denk ik, 2 marathons in een jaar lopen. Ja. Ja. Ja, 2 is het idealiter, ja. 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 Dus je bent heel erg lang bezig, het hele jaar bezig, voor 2 momenten dat het moet lukken. Ja. Dat lijkt mij zwaar. Ja, maar ik vind het ook bijzonder. Het kwetsbare van de marathon, van het moet op dat moment gebeuren. Je moet dan helemaal fit zijn. En je moet, je kan niet die week daarop nog een keer neer een marathon lopen. Dat maakt het ook wel voor mij weer heel bijzonder. Ik vind topsport, ik vind toppresteren, vind ik echt een heel mooi beroep. Heel interessant om mezelf op die manier te ontwikkelen. En als het dan echt eigenlijk keihard wordt, dat maakt het misschien ook wel mooier. En ook geeft ook alweer kansen, want je concurrenten hebben daar ook mee te maken. Dus, ja. Ja. Guido, wat maakt hem zo goed? Ja, ook dat hij op die manier met dat proces bezig is. En dat, en dat is ook het leuke van onze relatie. Voelt voor mij eerder als een broer trouwens. Je wilt het beste voor je broer, weet je wel. En, ja. Maar goed, dat is denk ik ook wel de uitdaging met elkaar om te blijven zoeken naar de vraag hoe kunnen we blijven verbeteren. En wat gaat goed, wat gaat niet goed. Kun je, het bedoelt niet onaardig hoor, maar je zit nu bij de wereldtop. Maar kun je ook kun je ook de absolute nummer 1 worden? Heb je dat talent in je, denk je? Ik zat nu 1 minuut achter het podium en 1 minuut 46 achter de winnaar. Ja. Zo kort heb ik er nog nooit op gezeten. Nee. En dat verschil is ook minimaal wat dat betreft überhaupt in een wedstrijd dan. Ja. Dus, ja, weet je, ik had die jongensdroom dat ik 6e werd en dat ik hier zo zou presteren. Ik moet ruimte houden voor andere dromen. Dus ik ga niet zeggen dat moet kunnen, maar ik laat me ook niet beperken in die gedachten. Dus ja, waarom niet? Nee, je hebt 1 ontzettende klap gehad, toch, toen je niet naar Rio ging. Want dat was belangrijk natuurlijk. We hebben daar wat beeld van. Zullen we even naar kijken? We blijven in een goed humeur, hoor. Ja. Geen zorgen. Maar het is misschien toch goed om het even te zien wat daar gebeurt. Waar zijn we hier? Het is denk ik op het 41-kilometer punt. Met nog 1 kilometer te gaan, hè? Ja. Ja. En, kijk even naar Guido, want die zit op de motor. Dus die weet dat misschien beter dan ik. Je moet je de limiet lopen. Maar ik moet nog de limiet lopen onder de 2:11. Ja. En ik weet dat ik nog 2:45 in de laatste kilometer moet lopen of zo. En op dat moment... ik geef gewoon alles, hoor. Ik wist niet exact hoe hard ik nog moest. Nee, maar uiteindelijk kom je maar een heel klein stukje tekort, hè? Ja, 1 seconde. Ja, dat lijkt mij verschrikkelijk. Het was op dat moment wel echt verschrikkelijk. Maar nu is dat voor mij passé geweest, weet je wel. Ja. Wat zit er dan? Het hoort gewoon. Ja, natuurlijk. Je werkt ergens naartoe en een topsportcarrière gaat niet in 1 rechte lijn omhoog. Nee. Daar zitten hobbels tegen, kom je hobbels tegen, je komt jezelf tegen, je moet fysieke grenzen verleggen en ook mentale grenzen. En je moet ook blijven presteren, dus je moet ook gewoon weer verder. Dus ook leren incasseren. En ja, op die dag zelf was het natuurlijk het allerergste. Dat was het ergste. Stortte mijn wereld in. Maar ja, als je door wil, dan moet je het ook achter je laten. Is het dan van belang? Moet jij dan iets zeggen of moet hij het uiteindelijk allemaal zelf doen? Om iemand weer, zeg maar, gefocust te krijgen van we gaan gewoon door en oké, dan maar geen Rio. Ja, ik zou niet weten wat ik zou moeten zeggen als ik in 1 keer iets kan zeggen van er zijn geen knopjes voor. Nee. Maar het is natuurlijk al... het is wel pittig voor hem. Maar uiteindelijk kom je er weer doorheen. En, uiteindelijk loop je gewoon als 6e de New York Marathon. En dan denk je weer, ja jongens, het leven lag mij weer toe. Of zie ik het, of is het... Ja, zeker, zeker. Ja, New York is... Kijk, teleurstellingen en tegenslagen kunnen heel gevaarlijk zijn, maar successen kunnen dat net zo goed zijn. Dus... Ja. Kwestie van nieuwe doelen stellen. Okay. Wat is de volgende? Wat is het doel? Europese kampioenschappen in Berlijn.
in augustus volgend jaar. Ja, dus daar ben je dan nu, daar richt je nu op augustus volgend jaar? Ja. 9 maanden verder? Ja. Ja. En is dat een kwalificatie voor Tokio? Nee. Nee. Gewoon weer een strijdmarathon om de medailles. En wanneer is dan de kwalificatie voor Tokio? 2019. Hij heeft nog even. Dank je wel. Er komt nog een andere mooie marathon ervoor. Ja. Dank. Hierop.